Hallo dames en heren, hartelijk welkom bij deze speciale video. Gewoon een random tussendoortje. Gaan we vaker doen met verschillende games. En dit is natuurlijk de Lego videogame. Ja, ik speel hier een poppetje. Dit is de hoofdpersonage. Ik weet niet of je de films hebt gezien. Ik hoop het wel. De films, het is één film eigenlijk. En we gaan naar een andere wereld. En dat doen we door die regenboog te gaan. En zoals je ziet pakken mijn muntjes heel veel automatisch op. En ja, dat komt door de cheats die ik heb geactiveerd. En die cheats heb ik eigenlijk, ja, gekocht. En we kunnen naar verschillende eilanden. Je ziet hier de bonuskamer, we kunnen naar de Octantoren, de Waanwolkenland. Maar ik weet dat de Octantoren zijn we nog niet zo heel erg veel geweest. Dus ik ga er als eerst heen. Nou, de Octantoren. Het spel is vrij leuk. Ik vond hem echt ontzettend leuk. Hij is tenminste anders dan de andere Lego games die we altijd spelen. Dus Pirates of the Caribbean. Denk aan Lego Harry Potter. Denk aan Indiana Jones. Denk aan Lord of the Rings. En nu is ook de Hobbit uitgekomen. Maar deze game heeft weer andere, ja, activiteiten in zich. Dus andere leuke ideeën. En zoals je ziet, kijk, de cheats die zijn gewoon perfect. Die kan je hier activeren in het extra scherm, hier zo. Extra harten aan, onsterfelijkheid, rode steendetector. En ik heb al vrij veel uitgespeeld, zoals je onderin ziet. Ik heb ongeveer de helft uitgespeeld, zoals je ziet. Ik moet nog een hoop dingetjes. Dus je bent lekker lang bezig met deze game. We gaan eens even kijken hoor. Wat kunnen we? Kunnen we namelijk even een leveltje spelen hier? Even kijken. Is dit een leveltje? Ik denk dat dit een level is. En we hebben hier al alles al uitgespeeld in dat level. Dus die hoeven we niet meer te doen. Dan gaan we even verder kijken. In de Octantoren. Want dit is de Octantoren. En we hebben al 3,4 biljoen steentjes als ik het goed heb. Bovenin. Behoorlijk wat. Hier hebben we nog een level. En hier moeten we nog een aantal dingetjes in halen. Dus we gaan nu het... Je hebt zeg maar het verhaal en je hebt vrij spel. En wij doen zeg maar het vrij spel. En daarin kan je dus... We hebben alle karakters. Nou, ik kies gewoon even het Emmet clowntje. Dat vond ik wel een leuke. En dan selecteert hij de andere karakters die je nodig hebt om in het level vrije omgeving uit te spelen. Leuke studio trouwens. De laadschermen. Laat altijd leuke decors zien. Oké, en we hebben nu alweer special gehaald, omdat natuurlijk, ik heb die cheats ingeschakeld, weet je, inmiddels. En we zitten nu in een studio, zoals je ziet. En ik vind het ontzettend leuk gedaan. Je moet de puzzeltjes uitspelen om eigenlijk verder te komen in de levels. Laten we gewoon met elkaar een spelletje doen. Even kijken, we zien hier drie symbolen staan. Bovenop, laten we die in de volgorde doen. Dus hebben we eerst het muzieknootjes, dan pakken we zeg maar de deur. En dan pakken we het... mannetje. Nou, dat is blijkbaar goed. En we gaan naar de volgende. Ik wou bijna de verkeerde, hoe zag je het? Nou, het gezichtje, dan hebben we het hondje en het hartje. Zo, in de goede volgorde. En dan zou dat helemaal goed moeten komen. Deed ik het hartje niet? Nog een keer. Hartje. Juist. Oké, dan pakken we de volgende. Dat is het broekje. En de high clap of de high five. En het symbooltje. Zo, en nu hebben wij alles uitgespeeld. En zoals je net zag, zag je een broekje. En dan zie je ook een paar speldjes staan. Je ziet hem denk ik rechtsboven in de hoek. En dat zijn maar ook de cheats, dat je kan zien waar de secrets zitten. Die helpen je gewoon een handje op weg. Kijk jongens, dan gaan we die camera hier gaan schuiven. Dat is het puzzeltje. Zo. Die camera kunnen we dus nu schuiven naar dat hoekje hier zo. Dan moet hij ook komen. Gaat hij nog verder? Oh, ik schuif hem niet verder. Wacht even, zo. Ja, nu gaat hij wel verder. Kijk, nu hebben we heel de studio hebben klaarstaan. Moeten we alleen nog gaan draaien. Zo. Dat hij de goede kant uit staat. Huppakee. Nou, de hele studio is nu gemaakt. En er komen heel veel mannetjes. En die gaan we even slopen met onze boemerang. In één keer. 3, 4, 5, 6. Die. Ja! Woehoe! En kijk eens jongens, daardoor hebben we ook weer wel geunlocked, zie ik. Wat hebben we hier allemaal? Telescopen.
Oké, dat was een kleine secret. En zo zitten eigenlijk allemaal van die secrets in de map die je eigenlijk kan vrijspelen. Ik zie allemaal lekkere, wat zijn er, banaantjes. En van die bekers staan hier. Grappig. Oké, hier kunnen we denk ik niks meer verder doen. Dat is gewoon een random ruimte. Nou mensen, ik hoop dat je het leuk vond, dit kleine stukje informatieve gameplay videootje. Ben je zelf natuurlijk ook van plan om deze game aan te schaffen voor jezelf? Dan kan je daar even kijken op www.savvy.nl. De game is niet zo duur meer, maar kijk eventjes. Want bij 40 euro of meer aan aankoop van je spul op Savvy kan ik jou 10% korting geven als je de volgende code invult. Dus vul die code in bij je betaling en dan zal er dus 10% van je hele bedrag afgaan. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei doei!